us together, we ain't got a gang. We got an army. And all you need is a spark, right? Just one spark. Something to wake us all up. Goedendag. Nog in de maand hoor. 195 is gekraakt. Neem aan dat u dat toilet heeft gehoord. Ja, we zijn van op de hoogte. Ja, inderdaad. Precies. En Drent heeft zich behoorlijk asociaal gedragen. In het verleden melden we altijd netjes leegstand. En sinds 1 oktober laten we geen leegstand meer controleren. In ruil daarvoor hebben we de foto's op onze website gezet. Drent heeft er heel agressief op gereageerd. Probeerde ook ons te bedreigen met we gaan jullie gelijk ontruimen. En we volgen jullie met andere middelen mogelijk. Hij heeft in de schoolstraat heeft hij ook een illegale ontruiming gedaan. Bij de Rijnvis-Feitstraat is hij ook een keer binnengevallen. En ik weet niet waar hij mee bezig is, maar ik denk dat hij een heel gevaarlijk precedent hiermee schept. En wat ik daarmee bedoel te zeggen eigenlijk, is als Drent zo doorgaat, dat we geen leegstand meer gaan melden, geen kraak meer gaan melden. En ik denk dat we dan heel snel in dit stadsdeel op een vrij ongepositie is, dat wij gewoon even kunnen binnenkijken of het inderdaad leegstand is. Dat laatste accepteren jullie niet meer. Nee. Nou, het is geen lange leegstand, het is net opgeleverd het pand. Ja. En die meneer wil gelijk weer aan de slag. Dus ik heb het gesprek van Drent, er zijn meerdere mensen bij geweest. En dat was niet echt heel bijzonder, gewoon dat het inderdaad onrechtmatig is. En dat we inderdaad wel op de lijst gezet van ontruiming. Nou, wij hebben gezegd, we hebben het pand hermetisch afgesloten. Dat klopt. Want, en dat weet u ook in het verleden, er is een vrij heftig knokploeg anderhalf jaar geleden binnengevallen. Hè, met een jerrycan benzine die is hier afgeleverd op dat moment. Er is een jongen gehuisd voor anderhalf uur. Die jongen durfde geen aangifte te doen. Het is een beetje raar als wij zeggen van hè, als de heer Dino Jachtjan gewoon een huurcontract laat zien of wat dan ook. Als hij voornemens is om daar iemand in te zetten die wel normaal is, dan geef je gewoon weer die derde etage op. Dat is geen probleem. Maar we vinden het gewoon wel vreselijk dat we zometeen misschien een knokploeg boven ons krijgen. Die gewoon brand- en slagwapen gevaarlijk is. En ik neem aan dat u die situatie ook niet wil hebben. En de manier hoe Drent tekeer ging tegen deze kraker, die is gewoon deze. Er zijn meerdere collega's bij geweest. Ik heb met hen gesproken. Want ik wil dat ook al weten dan wat er inderdaad allemaal gezegd is. Maar de bijzonderheden waren van, er heeft iemand gebeld, ik weet niet wie van jullie dat geweest is. En deze voorgesteld. En zegt van, joh, voordat je verder gaat, heeft hij de couchje medegedeeld. Wat omdat hij op dat moment wel verdacht is van huisvesting. Ja. Ja, prima. Dat is dan prima. Ik bedoel, dat moet Drent zelf weten. Maar het lijkt me heel raar zometeen, hè? Ook hoe hij zich gedraagt op de school. Wat is de bedreiging dan? Dat vraag ik me af. Nou, de bedreiging, ik ga je helemaal vervolgen tot alles wat mogelijk is. Dat heeft hij letterlijk gezegd. Dat gesprek hebben wij ook op een dictafoon opgenomen. Kunnen we ook op internet gooien. Maar goed, in ieder geval, wij vonden het behoorlijk intimiderend. Hoe hij op de Rijnvis-Feitstraat naar binnen is gevallen. Daar, en de kraakseppers zeggen, we gaan jullie allemaal arresteren voor huisvrede. Terwijl het nu nog steeds legitiem gekraakt is. Is geen nette manier van doen. Als hij bij kopers naar binnen valt en daar de deur achter zich dichtgooit en zegt van, hey, nu gaan jullie vertellen wie die krakers zijn, wat hun naam is. Vind je wel een nette manier van doen op het moment dat het net een week opgeleverd is dat je dan al het pand kraakt? Nou, ik denk in dit geval. En dat vervolgens de politie door gaat constateren en dat jullie die niet meer. Ja, kijk, die leegstand, dat valt geen discussie meer over te hebben. Dat hebben we stedelijk of nee, zelfs nationaal afgesproken met elkaar. Er wordt geen leegstand meer gecontroleerd. Naar aanleiding van 1 oktober en denken wij uit veiligheidsoverweging dat het niet meer verstandig is om jullie vrienden door te, of jullie collega's binnen te laten. Maar goed, in ruil daarvoor hebben wij gewoon heel netjes op onze website de leegstand laten zien. Ik neem aan dat u die website ook bezocht heeft. Of in ieder geval uw collega. En daarbij zijn we ook heel netjes geweest van, ja, luister, wij willen gewoon geen knokploeg hebben. Dit is daar een heel heftig verleden. Maar wat is er nou inderdaad moeilijk aan en lastig aan? Ik bedoel, het is nooit in het verleden van mijn moeite geweest met een HVJ die binnenkomt, even met even naar binnen loopt, even controleert, even de medestanden kijken of het allemaal leeg is. Ja, gedaan. Nee, ja, prima, maar ik bedoel, kijk, en Drent maakt het ook verdraaid moeilijk wat hij bij de schoolstraat heeft gedaan. Maar jullie gedaan, maken het ook verdraaid moeilijk, ja, en op deze manier. Ja, maar ik denk dat Drent nu een behoorlijk gevaarlijk spelletje aan het spelen is. Dus als hij zegt krakers zijn passé in de Kremerbuurt, dan wordt het op een principiële, persoonlijke manier uitgevochten met elkaar. En het lijkt mij zeer onwenselijk dat dat in dit stadsdeel gaat gebeuren. Waar hij mee bezig is, en dat is het wat hij bedoelt, hij kijkt echt of inderdaad dingen niet lang genoeg leeg staan. En dan zit hij gelijk met de huiseigenaar aan de gang. En dat is zijn doel. Dus niet langer. En als er nu dus iets gekraakt wordt, niet heel lang leeg staat, dan zegt hij, dan ga ik daar werk van maken. Ja, maar op wat voor manier? Maar goed, zo snel mogelijk mensen weer eruit hebben. Dat we gewoon
huurders erin krijgen. Maar desalniettemin betekent niet dat de eerste en tweede etage ook nog ontruimd moeten worden. En zoals ik al zei, en zoals wij gezegd op de Wilhelminastraat, is van als daar gewoon een huurder komt, is het geen probleem. Wij willen Dino Jachjan, de reden die ik net aangaf, willen we niet meer hebben. En ik neem aan dat u dat ook niet wil, iemand die met een jerrycan benzine naar binnen stapt, voor de hele buurt niet. En als Drent zich daarna proactief in opgesteld had, als Drent had gezegd van, hé, hey, laten we eens even onder tafel zitten met de huiseigenaar, dan zitten we met een heel ander verhaal. Jij wil nu dat wij zeg maar gelijk naar die kant op komen als jullie iets krijgen, of dat ze niet bang zijn dat er iets gaat gebeuren? Nee, dat zeggen we. Kijk, wij kunnen het ook zelf regelen, maar de vraag is of jullie dat willen. En ten tweede, wat ik nou wil zeggen is dat Drent gewoon een ontzettend gevaarlijk spelletje aan het spelen hier is. En het is, hij doet het niet voor de eerste keer, dit soort dingen. De Schoolstraat heeft hij ook ontruimd en in zijn eentje met de Zeehond. Hij is de Rijn Visvrijstraat in zijn eentje bijgestapt. En het wordt op een gegeven moment een heel gevaarlijk persoonlijk spelletje. En wij komen u naar dit bureau om Drent te waarschuwen en u ook. Hou Drent even een beetje kort. We gaan dit ook aanstaande dinsdag aangeven aan de politici in de stadsdeelraad. Bij de politieke avonden, bij Bos en Lommer, zeg maar. Ja. En we gaan vanaf nu, zoals Drent het ook doet, gaan we gewoon systematisch alles bijhouden wat Drent aan het doen is. Wat betreft krakers. En wij als Wilhelminastraat kraakgroep, en ik denk dat wij voorlopig nog wel actief zijn in de Kremerbuurt, hebben Drent, of er nou zometeen nog besloten wordt om leegstand te controleren of niet, hebben wij besloten dat we Drent disqualificeren om überhaupt nog leegstand te doen, om überhaupt nog mee te communiceren. Hij is te persoonlijk te betrokken erbij, hij reageert te agressief, hij zorgt ervoor dat er een onhoudbare situatie bijna wordt in de Kremerbuurt. Zorg dan maar voor een andere buurtregisseur die op de kraakzaak gezet wordt, maar Drent, voor de meerderdeel van de panden in de Kremerbuurt spreek ik nu, wil hem niet meer aan de deur hebben. Dat zullen we zien in de toekomst. Ja, dat zullen we inderdaad zien in de toekomst. Maar het probleem is denk ik wel dat het spel wel harder gaat gespeeld. Maar jullie... Ja, nee, dat is jullie keuze. Wij komen in ieder geval vertellen van, haal alsjeblieft Drent hier vandaan. Doe het echt, want wij voelen ons behoorlijk aangevallen door deze persoon. En we willen het niet persoonlijk gaan spelen, maar Drent disqualificeren hierbij om mee te communiceren. Boodschap is duidelijk. Oké. Wij zullen dit ook aanstaande dinsdag terugcommuniceren naar het stadsdeel. Goed. Wij zullen ook dit gaan vastleggen wat Drent vanaf nu gaat doen met krakers in de buurt. En hoe we dat naar buiten gaan brengen, dat moeten we nog even bekijken. Maar zoals ik al zei, Drent is gewoon bij deze gedisqualificeerd om hier nog mee zaken te doen. Te onderhandelen. Oké, goed. Fijne dag. Fijne avond. Blijven jullie nog een tijdje staan? Of, Nee, we kunnen zo weer weggaan hoor. Ik denk dat de boodschap duidelijk is. Volgende keer komen we misschien weer terug als Drent weer rare dingen doet. Goed zo. Weg! Okay. Op! Geen! Weg!